Of het nu 2 of 4 voeters zijn, wie door deze poort komt, betreedt nieuw gebied. Hier kun je bekijken of je niet een andere afslag in het leven wilt nemen. Soms ziet je meer van op een afstand. Hier leg je alle soorten pijnen in een dierenschoot. Schuld, schaamte, verdriet, woede, oude pijnen, nieuwe pijnen, wie je wilde zijn pijnen. Mijn naam is Nexus. Ik ben een viervoeter en vaste kracht bij Patrasche. Ik zorg voor al die pijnen. Heb je het verlangen om geaaid en gekoesterd te worden, zonder woorden begrepen te worden? Loop dan met mij mee. Ik geef je een rondleiding doorheen het domein van Patrasche. Kijk, het is hier schoon, hè? De zon schijnt, de konijnen springen in het rond en het is hier super rustig. Hier wordt geleefd in dierentijd, niet in mensentijd. Gelukkig. Soms wil het leven niet mee voor tweevoeters. Die draaien zich soms vast in hun eigen gedachten en dan hebben ze rust nodig. En iemand die hen toont hoe het anders kan. Liefst iemand met 4 poten op de grond, zoals ik. Loop maar mee naar ons eerste mensenhol, de bunker. Nog van in de oorlog, dus superveilig. Hier komt de roedel samen. Meestal zet ik mij schrap als ik aankom, want hier bekijken wij het zielenleed van de honden en van de mensen. Hier worden de verwarring en de onzichtbare pijnen stilaan duidelijk. Waar al dat leed vandaan komt en waarom niemand daar schuld aan heeft. Soms gaat het over leiderschap, of het gebrek eraan. Over wat mensen en dieren nu eigenlijk nodig hebben. Hoe we dat allemaal te weten kunnen komen en hoe we grenzen kunnen stellen. Ah ja, en soms dwalen hier stekelige, norse en vreemde schaduwkanten rond. Ik zeg u, dat is heftig. Maar daarvoor zijn we hier. Kijk, hier gaan vele oefeningen door met 2- en 4-voeters. Het gaat hier vaak over respect vragen en geven. Maar ook over uw uitstraling en uw persoonlijke ruimte. Niet gemakkelijk voor die 2-voeters. Eerlijk, hier wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Gespeeld, diep nagedacht en soms ook geweend. Veranderen is niet altijd gemakkelijk. Volg mij naar het volgende mensenhol, de joert van warmte en rust. We worden al opgewacht door de roedel. Het gebeurt wel een keer dat zo'n mens ontdekt wat hij zelf echt nodig heeft. En dat soms verschieten. Meestal zitten ze vast in hun eigen denkkringetjes en zien ze het niet meer. Mensen, hè. Al die spanning vraagt veel rust. En heel veel duidelijkheid. Wij honden herkennen dat. In dit warme hol gaat het ook regelmatig over kwetsures en littekens op het lijf, maar ook op de ziel natuurlijk en in het hoofd. Ook voor honden hebben die littekens gevolgen. Sommige honden worden echt belachelijk stoer uit onzekerheid. Of ze worden ongeduldig en opstandig, soms irritant asociaal. Er zijn er zelfs die onzichtbaar willen zijn. Die 2-voeters voelen wel aan waarover dat allemaal gaat en dus kunnen zij ons ook echt helpen. Na een tijdje zijn ze vergeten hoe zij waren als ze hiertoe kwamen. Ah ja, over vergeten gesproken. Daar ziet je de vergeetput voor als je iets voor altijd wilt vergeten. Daar ligt wat in. Man, man. Gelukkig waak ik voortdurend over de roedel en ben ik er om alle onrust op te vangen. Poten, strelingen en knuffels zijn altijd binnen handbereik. Je ziet die mensen zo ontspannen. Of ze zien plots hun eigen verwarring in een heel ander perspectief. Vanuit de hond, zeg maar. Het begint diep in hun ogen,
Dan verdwijnen de schaduwen en plots bloeien ze open. Schoon vind ik dat. Hier hangt een brievenbus waar ik regelmatig een brief in post voor een tweevoeter. Ik wil die kerel persoonlijk aanspreken, omdat ik me zorgen maak over hem, of omdat ik raad wil geven. Soms vraag ik zelf raad. Ik ben ook maar een hond. En als we beide sterker zijn, dan nemen we afscheid. Dan mocht je de wereld in. Gepakt en gezakt met alle krachtigheid, alle duidelijkheid en koestering. Alle veiligheid en zottigheid die je kunt dragen. Een nieuwe weg. Een nieuwe identiteit. Een nieuw begin.